We zijn hier bij Perron 038, de eerste innovatieve hotspot van de creatieve maakindustrie. Een prachtig samenspel tussen onderwijs, studenten en bedrijfsleven die hier vernieuwing weten te brengen, innovaties weten te brengen. En daar zijn wij als gemeente hartstikke trots op. En we zijn er nog trots op dat we vanaf vandaag ook echt formeel samenwerkingspartner zijn van Perron 038. Want we hopen dat met deze hotspot er een keten aan nieuwe hotspots in de spoorzone gaat ontstaan voor innovatie en vernieuwing en de bedrijvigheid van de toekomst. We zijn heel blij met het partnerschap van de gemeente Zwolle. We werken natuurlijk al langer samen met de gemeente. Vanaf het allereerste begin al hebben zij ons geholpen met bestemmingsplan, met vergunningen en uiteraard ook contacten met de NS in het gebied. Dat betekent ook dat wij ons nu met deze bijdrage echt onze rol ook kunnen pakken als aanjager in de spoorzone. En wat ik vandaag overhandigd heb is een hele mooie bokaal, een 3D geprinte bokaal. Want een van onze activiteiten gaat over additive manufacturing, in Nederlands 3D metaalprinten. En een mooie bokaal wat de samenwerking tussen de gemeente Zwolle, eigenlijk de spoorzone waar we in zitten en Perron 038 symboliseert. Deze bokaal staat symbool voor de samenwerking tussen Perron en de gemeente Zwolle. Daarbij is er ook een connectie met Windesheim zelf, waarbij ik een student ben en daarbij de mogelijkheid krijg om hier een project te lopen bij het kunststoftechnologie lectoraat. En wat de bokaal representeert is de vorm die eigenlijk een soort van oneindigheid moet voorstellen tussen de samenwerking van gemeente Zwolle en Perron 038 en dat die zo lang mogelijk door kan lopen.